Ja. Fantastisch. Dit is een heel goede aflevering. Dit is weer een aflevering die spanning die er nu in zit. Vind je niet? We hebben net Kirak 19 gezien. The Goat. De film is helemaal te gek en we zijn enthousiast. De film wordt nu ondertiteld en klaargemaakt voor jullie, trouwe kijkers. We verwachten de film volgende week woensdag online te knallen, alleen voor Patreon en andere supporters. En Philip en ik gaan nu een hapje eten met Erik Hensel, een mediajongen. Philip wil Erik gebruiken om Kirak rendabel te maken. Het is 2 uur later en ik heb alle wijn opgedronken. Denk jij dat je in staat zult zijn om een keer je broek omhoog te houden? Nee, maar Philip, dat kan ik toch nu al, want jij betaalt toch mijn rekeningen? Ja, maar morgen krijg ik een bliksemstraal die hier naar binnen komt. Kortom, ik ben dood. Dan wordt al jouw basis al een stuk wankeler. Want dan moet je met Inge diezelfde hechte relatie hebben. Ja, daar investeren we ook zo in haar. Maar Inge loopt toevallig naast mij en die gaat via mijn wang, via haar heup, heel de onderlijf eraf gebrand. Ook dood. Dan moet je al met mijn kinderen. Kortom, ik vind het bijna vertederend. In jouw positie zou ik iedere morgen badend in zweet wakker worden. Want weet je waar ik wakker van word? Stel je voor dat morgen, en dan heb ik een ridicuul kleine kans dat er iets op mij neerdaalt. Het ongeluk. Dan word ik wakker en dan denk ik, oh ja, nee, dat kan in het echt niet. Maar ik ben constant alert op gevaren van buitenaf. Maar jij leeft in een heel andere wereld. Jij leeft als een hertje in een kudde wolven. En die wolven hebben niet ontdekt dat jij een hertje bent. En jij denkt, oh, lekker. Ik zit goed. Maar die wolven, die op het moment dat ze zien dat jij een hertje bent, dan weet jij het wel, hè? Dan weet jij het wel, hè? Ik ben veel commerciëler dan jij. Maar ik denk juist doordat jij zo je eigen weg gaat, dat daar wel allemaal dingetjes gaan komen. Klinkt nu een beetje vaag, maar... Nee, grote dingen. Grote dingen gaan komen. Ja, want het is toch gewoon simpelweg zo dat als er 1000 mensen nu geïnteresseerd zijn in zijn belevenissen, dat in principe net zo makkelijk 100.000 of 1 miljoen mensen kunnen zijn als je die mensen maar bereikt. Ja. Want er is geen verschil tussen 1000 en 100.000. Ja. Er is geen verschil. Er zijn genoeg mensen. Ja. En het leuke is dat die mensen kunnen net zo goed in India zitten als in Tjerkstra deel. Maar ik denk juist dat in een wereld waar alles, waar ik onderdeel van ben, hè, ik ben misschien wel een van de ergste, waar alles is bedacht zoals tv-programma's die helemaal seconde tot seconde zijn uitgeschreven. Alles wat je kijkt, wat je voelt, wat je ziet is bedacht. Zelf kunst is denk ik vaak bedacht. Maar ik denk dat jij daar doorheen komt met een soort van stoomwals. Dat kan inderdaad een hele grote groep mensen zelfs wereldwijd aanspreken.